Hi Josu, dankjewel voor je tijd. Geen probleem. Hoe gaat het met je? Het gaat goed, het gaat goed. Hey, jij bent natuurlijk heel erg populair met jouw drillvideo's. Dat gaat heel lekker. Ja, klopt, ja. Kan je mij vertellen hoe je eigenlijk op het idee bent gekomen om die video's te maken? Nou, ik heb drillbeats eigenlijk altijd al gewoon hard gevonden. En ik zat eerst altijd een beetje met vrienden gewoon te freestylen van die beats. En op een gegeven moment zeiden ze tegen mij van, hé, je kan het best wel. Misschien moet je er gewoon wat mee gaan doen en het gaan filmen en het gaan posten. En toen kwam ik met het idee om die drillvideo's te maken als verschillende soorten typetjes. Want het leek mezelf wel een leuk idee en ik dacht, misschien vinden andere mensen het ook leuk. Dus zo is dat een beetje gegaan. Ja, zeker leuk. Echt een creatief idee. En hoe ben je eigenlijk op de naam Josu gekomen? Nou, mijn moeder komt uit Estland. En Josu is gewoon een Estlandse naam. Oh, wat grappig. Vandaar Josu. Oh ja, leuk, leuk. Hey, en je bent niet alleen helemaal viraal gegaan, je bent inmiddels ook getekend bij Rotterdam Airlines. Gefeliciteerd. Dank u wel. Hoe voelt het nou om bij zo'n groot label te zitten? Ja, ik moet zeggen dat toen zij mij voor het eerst connecte, dat ik wel eventjes dacht van, wat krijgen we nou? Want ik had het eigenlijk nooit verwacht dat ik ja, serieus muziek ging maken. Ja. Maar ja, het voelde eigenlijk een beetje onwerkelijk. Maar nu denk ik wel van ja, ik vind het gewoon vooral heel leuk. En ik heb zin om veel muziek te maken, veel hitjes. Dus ik heb Ja. er zin in. Dus als jij straks klaar bent met je examens, met de middelbare school, dan ga je je echt richten op je muziek? Ja, ik ga sowieso na mijn examens ga ik gelijk weer naar daar voor schrijverskamp en veel muziek maken. En waar ik heel veel zin in heb. Maar ik heb me voor na de zomer heb ik me wel gewoon bij een vervolgopleiding ingeschreven. Want ik wil wel gewoon nog verder met school en ik wil niet alleen maar op muziek. Want je weet maar nooit, het kan zomaar niet zo goed gaan en dan wil ik wel nog wat erbij hebben. Slim. En welke opleiding ga je doen? Ik ga het SEALS doen, dat is een sportopleiding. Oh, wat leuk, wat leuk. Heel nice. Hey, je pakt soms wel miljoenen views, heb ik gezien. En Klopt, word ja. je soms nou al herkend bij jou in de buurt? Ja, als ik door de stad loop of zo met vrienden, dan heb je natuurlijk wel soms de mensen die gewoon je naam roepen. Maar wat ik vooral heb is als je langs loopt, dat ze dan met z'n tweeën of met z'n drieën of in een groepje een beetje gaan roezemoezen van hey, is dat die gast van filmpjes of is dat die gast van dat? Ja, maar nog niet echt dat ze naar me toe komen voor foto's of zo. Nou, maar ze weten wel al wie je bent. Dat is al heel wat, toch? Klopt, ja, dat wel. En zijn er nog rappers waarmee jij zelf graag samen zou willen werken? Nou, als ik echt van iedereen kon kiezen, ook internationaal, dan zou iemand als Central C of Polo G, dat zijn wel echt voor mij de grootste waar ik heel graag ooit nog wat mee wil doen. Maar binnen Nederland, Henky T, Grego Stan, ICSB, dat zijn wel gewoon artiesten die ik altijd hard vind en waar ik ook wel graag nummers mee wil maken. Ja, super nice. Nou, ik hoop echt heel erg voor je dat het lukt. Ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd. Ik vond het heel leuk om je even gesproken te hebben. Yes, hetzelfde. Veel succes met je carrière. Dank u wel.